Het gaat over Babbelaard, maar hij was met zijn vriendjes aan het rondvliegen in een bos, want hij vliegt met zijn oren. En hij was tegen een boom gevlogen. En door die, tegen die boom te vliegen, zijn hij altijd zijn talen vergeten. Dus hij vraagt jullie hulp. Voor de leerlingen aan het spel beginnen, geven ze hun naam en leeftijd in en de talen die ze kunnen. Welke taal spreek je thuis? Tsjeens en soms ook Russisch. Turks en Nederlands. Arabisch, Engels, Nederlands en een beetje Frans. Nederlands en Engels. Samen spreken deze kinderen heel wat talen. Zo kunnen ze Babbelaar sneller helpen. Dit is een spel dat je samen speelt. Slechts één van jullie kan de tablet vasthouden. Oh, kijk, er komt een bericht aan. Harzalu Aysa Afala. Melek spreekt Arabisch en weet welk woord Babbelaar zoekt. De blauwe bijl. En nu moeten ze de blauwe bijl vinden in het spel. Dat is een bijl. Ah, hier. Nee, dat is de groene. Dat is de blauwe. Dit is wat ze zochten. Yeah. Ik spreek Turks en Nederlands, maar mijn vriendinnen spreken bijvoorbeeld Arabisch en andere talen. Bij deze spel kan je die andere talen ook leren en dat is heel leuk. Je kan nog meer andere talen zelf leren. Ik vind dat handig om te gebruiken. Dat is zo leuk om mee te spelen. De meisjes vinden het belangrijk om veel talen te kunnen spreken. Arabisch en Turks wil ik leren, omdat mijn vriendinnen die talen praten. En Frans en Spaans, omdat ik super graag naar Frankrijk wil. En ik wil ook een keer naar Barcelona of Madrid gaan. Köpek doya. Köpek is hond. Bijvoorbeeld iets in het Turks. Bijvoorbeeld Köpek, ik wist niet wat dat betekent. En door dat spel wist ik wel wat dat betekent. En dat betekent hond. Merci om te kijken naar Karrewiet. Abonneer je zeker op ons kanaal. En als je meer video's wil zien, klik dan hier.